Kijkers, welkom bij deze aflevering van Focus, het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, donatie aan COVID-19 vaccinatiefonds. President ontvangt leiding RGD, marktmeester Den Haai belicht naleving COVID-19 protocollen en president Santokki benadrukt eigen verantwoordelijkheid bij aanpak COVID-19 pandemie. De regering heeft eerder aan de totale samenleving opgeroepen om ook bij te dragen aan de invulling van het COVID-19 vaccinatiefonds. Hierdoor kunnen er meer vaccins worden aangeschaft als onderdeel van het bestrijden van de COVID-19 pandemie. Heel erkentelijk zijn naar het bedrijf Interfund, die dus deze donatie symbolisch heeft gedaan aan de president en aan de regering, maar aan de samenleving eigenlijk, want dit is voor de samenleving. Het is niet voor de regering, het is voor de totale samenleving. Daar ben ik zeer erkentelijk dat bedrijf en de CEO van Interfund voor. We hopen dat dit soort initiatieven ook genomen worden door anderen in die samenleving. Nou, we hebben afgesproken met de regering om een gezamenlijk fonds op te zetten. Van waaruit we dus de aankoop van vaccins zullen financieren. In dat fonds zitten zowel vertegenwoordigers van de private sector en vanuit de overheid. En de Interfund groep die heeft eigenlijk met deze stap als eerste eigenlijk een toezegging gedaan aan het fonds om 100.000 vaccins te financieren. En we vonden het een geschikt moment om dat zo samen met de president te doen, omdat we hopen dat ook andere bedrijven hetzelfde voorbeeld gaan nemen. En we weten dat er een heleboel bedrijven graag een bijdrage willen leveren, financieel of anderzijds. Het gaat erom dat wij momenteel coronavirus, het bestaat wel een jaar, maar niet genoeg mensen hebben immuniteit tegen het virus. Dus stel dat we normaal gaan leven, dan gaat de verspreiding heel snel gebeuren. En wat gebeurt er? Dan heb je binnen no time overvolle ziekenhuizen, overvolle intensive care units. En mensen, en we willen geen beelden hebben waarbij mensen in de rij staan om ergens een plek te vinden. Dat is dus is een heel slecht beeld. We willen dat niet hebben. Dus we kiezen ervoor om voorzichtig te zijn wat betreft het bij elkaar komen van mensen. Vandaar de maatregelen. Nu, om de immuniteit, om de percentage aan mensen in het land met immuniteit tegen het COVID-virus te vergroten, want als je eenmaal COVID hebt opgelopen, heb je dan natuurlijke immuniteit. Nu willen we de immuniteit verhogen, nu op een kunstmatige manier, en dat gebeurt middels vaccinatie. Dus als we meer vaccinatie kunnen kopen voor het land, kunnen we meer mensen vaccineren. COVID nog steeds een ernstige bedreiging vormt voor onze samenleving. We proberen balans te zoeken. We proberen geleidelijk aan te gaan naar het nieuwe normaal. De eerste keer lukt het. De tweede golf komt er. De derde keer proberen we. Maar een jaar met COVID is nieuw voor de samenleving. Men heeft nooit eerder zoveel vrijheden moeten inleven. Zoveel ongerief, zoveel beperking, en dat gaat gepaard met psychosociale gevolgen. Maar uiteindelijk wil een samenleving vrij van COVID en het vaccinatieprogramma kan daarbij bijdragen. Preventie draagt bij, maar meer nog elkaar ondersteunen en samenwerken om deze samenleving COVID-vrij te maken. Ja, zoals de president zei, ik was verrast te horen dat de verwachting uit volksgezondheid was dat we pas rond eind 2022 iedereen gevaccineerd zouden hebben.
En dat vond ik een schokkend bericht. De samenleving gaat erg gebukt onder, niet alleen onder de gevolgen, de psychologische gevolgen van de lockdowns die steeds op ons afkomen, maar ook door de beperking van vrijheden. En natuurlijk is er veel menselijke schade ook. En wij meenden daar goed op in te kunnen spelen door een gebaar te doen, door een aantal vaccins beschikbaar te stellen. En het is in het belang van ieder dat we zo snel als mogelijk komen tot normalisatie. En vanuit dat oogpunt, het is een stukje solidariteit. Je bent ook als persoon getroffen door de situatie. We vinden het niet leuk om in lockdowns te zitten. We vinden het niet leuk dat mensen ziek worden en overlijden. En aan de andere kant is het ook bedrijfseconomisch heel logisch om vaccins te betalen. En mensen te motiveren om te vaccineren. We hebben een goede samenwerking met het bedrijfsleven. Ik mag doorgeven dat ons vaccinatieplan, dat we veel ondersteund worden. Uiteraard blijft de regie die blijft bij het ministerie van Volksgezondheid. Wij bepalen hoe alles eigenlijk uitgezet moet worden. En ik ben blij dat het bedrijfsleven open staat om ons een handje te helpen om deze strijd tegen het COVID-virus te overwinnen. Ik kan me voorstellen dat veel bedrijven niet in staat zijn zo'n grote bijdrage te geven natuurlijk. Maar ja, ik wil graag andere bedrijven oproepen om via SU4SU het herstelprogramma, het vaccinatieprogramma te ondersteunen. Om te zorgen dat we met z'n allen de schade voor de samenleving zoveel mogelijk beperken. De president heel goed heeft aangegeven dat, alhoewel vaccinatie niet verplicht zou worden gesteld, ons moeten realiseren dat de wereld op een of andere manier dat wel verplicht zal stellen. En net zoals we met onze gele koortsboekje lopen, als we naar het Caribisch gebied willen gaan of naar Brazilië willen gaan, zal er een moment zijn dat je met je vaccinatieboekje gaat moeten lopen. Anders gaat die wereld heel erg klein voor je worden. Dus mijn oproep is aan iedereen, ik begrijp dat er terecht onrust is en wat onzekerheden. Laat je door de medische specialisten informeren. En laat je vaccineren, want ik denk dat dat is de enige manier om terug te gaan naar een normale samenleving. Een boodschap voor de samenleving. Ik heb aan de minister ad interim van Volksgezondheid in haar functie van minister van Defensie ook gevraagd of mijn zorg uitgesproken over de beperkte handhaving die er is, waardoor mensen die goedwillend zijn, gedisciplineerd zijn, het slachtoffer worden van kleine groepen mensen die in de praktijk minder gedisciplineerd zijn. En dat het heel goed zou zijn wanneer de handhaving zou verbeteren op alle fronten, zodat we zaken als weekend lockdown achter ons kunnen laten. 100.000 toepassingen. De regionale gezondheidsdienst, RGD, is een gezondheidsinstelling die belast is met de primaire gezondheidszorg in de kustvlakte. Het gezond maken van de RGD geniet hoge prioriteit bij de regering en de leiding van de gezondheidsinstelling. Om de regering inzicht te geven in de stand van zaken en activiteiten die in het kader van de gezondmaking worden uitgevoerd, heeft er op vrijdag 16 april 2021 een ontmoeting plaatsgevonden met de regering. Het was een eerste kennismakingsbezoek waarbij we als bestuur en als directie zijn ingegaan op de RGD, de huidige stand van zaken, maar ook de richting waar wij naartoe willen gaan. We hebben instructies gehad van de president met betrekking tot de gezondmaking van RGD. Er is heel wat te gebeuren bij de RGD, maar we geloven erin dat we met de juiste instelling en de instructies van de president op heel kort termijn terugkomen met een duidelijk plan van aanpak, zodat wij dus de richting volgen die de regering wil in samenhang met het regeerakkoord en het jaarplan van de regering. Dus het zal een hervormingsplan zijn bij de RGD, welke dus in lijn moet staan met de doelstellingen van de regering, de instructies van de minister en in het samenhang van het regeerakkoord. Namens de directie was de directeur en haar directieteam
Er was namens het bestuur waren er 4 leden, waarvan 2 hebben afgemeld. Er waren ook wel wat adviseurs van de president. Dus een totaal sterk team. Ook de minister ad interim van Volksgezondheid, mevrouw Matura. Dus al met al een heel sterk team. De instructies van de president waren heel duidelijk. Zijn concrete opdrachten jegens het bestuur en de directie. Dus we hebben werk. We komen dus binnen 2 maanden terug naar de president. Maar in de tussentijd, voordat we dat doen, zal er onderhoud zijn tussen de directeur, de directie en het bestuur en de minister van Financiën met betrekking tot de financiële stand van zaken bij de RGD. Oh, we gaan eerst richting wat zijn we, weet je, een evaluatie. En dan gaan we richting uitvoeren van de bij wijze van spreken, beleidsvoering. We gaan naar apotheken, we gaan naar lab kijken in hoeverre is het nog nodig. In hoeverre kunnen we samenwerkingen aangaan met SZF, met MyLab. Weet je, we moeten gaan naar kostenefficiëntie. Minder. We moeten op een gegeven moment zodanig kunnen functioneren dat we niet meer afhankelijk zijn van subsidie van de overheid. Maar dat we, zoals de president zegt, uit de rode cijfers moeten komen en alleen maar blauwe cijfers moeten hebben. We zijn zeer blij als bestuur en we zullen komende week al met de directie zitten. RGD is van ons, RGD is van de samenleving en we hebben natuurlijk met z'n allen de taak om RGD weer gezond te maken en de plek te geven die zij verdient binnen de samenleving. De statement van vandaag is namelijk zo dat RGD in deze een bilateraal overleg had met de president om namelijk de zorgpunten vanuit RGD eerste lijn zorg aan te bieden en voor te houden wat in feite onze zorgpunten zijn, hoe we ermee om moeten gaan en waar we in feite ondersteuning vanuit de regering kunnen krijgen. Er zijn diverse knelpunten, dat is namelijk het bieden van zorg vanwege de financiële middelen die er niet zijn. En natuurlijk het COVID-pandemie die ervoor zorgt dat wij in feite onze reguliere zorg moeten verminderen. Wij hebben natuurlijk op dit moment, denken we aan een reorganisatieplan, waarbij een hele structuur aangeboden zal worden. Een nieuw beleidsplan gepresenteerd zal worden aan de regering om dit structureel aan te pakken. Wij hopen in deze, vanuit de RGD, dat wij de zorgsector op eerste lijn niveau in feite kunnen verbeteren, vooral naar de samenleving toe. En natuurlijk ons personeel de waardering kunnen geven. Want rekening houdend met de situatie in het land is het op dit moment heel moeilijk voor ons om uit te komen. Dus wij hopen dat wij dan eruit komen met natuurlijk een structureel aanpak vanuit de zorg samen met overige gezondheidsinstellingen. En natuurlijk met ondersteuning van de regering. Naar aanleiding van de verscherpte COVID-19 maatregelen heeft de overheid besloten de markten te sluiten. Marktventers brengen nu langs de straat hun waar aan de man. De communicatiedienst Suriname heeft omtrent deze ontwikkeling een gesprek gehad met marktmeester Dan Haai. Goedemiddag kijkers, iedereen. Goedemiddag voor jullie ook. Welkom. Ik ben blij dat jullie hier op de markt zijn en mij en de standhouders, de marktventers ook het bericht sturen naar de regering toe, naar de COVID-management team ook, hoe de markt nu, hoe de markt gesloten is en wat er voor de markt gebeurt. Laten we zo beginnen. 9 april, dat was vrijdag in de avonduren, heeft de COVID-management team een besluit genomen om alle markten te sluiten. Omdat er nu de derde golf aankomt en men is voorzichtig gaan geweest om toch alle markten te sluiten. Wanneer er besluiten worden genomen door de regering, is het niet zomaar dat men overgaat tot een besluit. Men overweegt en wanneer men ziet werkelijk dat er de besmetting omhoog gaat en wanneer men ziet daadwerkelijk dat de derde golf er komt, dan wil de regering ook de mensen beschermen, vooral de marktventers, de bezoekers ook. En het besluit wat de regering heeft genomen, ik denk van dat ook een van de redenen is om de mensen van de markt te beschermen en de bezoekers ook.
Sinds de eerste sluiting van de markt hebben we al protocollen gehad van de minister, van de regering, om hoe ik de markt moet openstellen. We hadden ook een training gevolgd door de minister, door het team van de minister van het COVID-team, de Mohana. Dus we waren al ready om de markt open te stellen. Zo is de markt opengesteld. Dat was de eerste keer toen de markt was gesloten. Dus je ziet het protocol bij de markt voor de poorten. Er waren wasbakken gezet bij de poorten, zodat de mensen hun handen konden wassen. Mondkap aan, verplichte mondkap. Mensen werden gescand. En er waren duidelijk teken op de markt hoe ze die mensen moesten begeven in de markt. Het was duidelijk een ingang en een uitgang. Dus het was een directe verkeer in de markt. Dus we hadden de hele situatie van de markt ingericht, zodat mensen niet op elkaar moesten lopen. Maar er is weer een besluit genomen om de markt te sluiten, dus we kijken er naar uit. Vrijdag was er een clusterteam van de COVID-management team gekomen op de markt om te oriënteren en te kijken naar een oplossing. We hadden een oplossing met de DC gesproken, dat was gedeeltelijk de markt openstellen, dat was de ringweg, poort tot poort, waar de openlucht is. Dat hadden we al voorgesteld aan de regering. Vrijdag was de cluster management team hier op de markt en we hebben gesproken. Ze hebben ook een rapport gemaakt en ze gaan het sturen voor de minister en kijken of we toch gedeeltelijk de markt kunnen openstellen. Dat is vanaf ingangpoort tot uitgangpoort, buiten gedeelte van de markt. En als dat opengesteld is, dan hebben we een hele grote groep binnen. Dat wil zeggen dat de groothandelaren die vroeg in de ochtend komen, die gaan direct in de markt komen. Al die mensen die vis en vlees verkopen, die komen direct ook in de markt. En een hele grote groep van de marktventen die voor de markt zijn, komen ook direct in de markt. De rest, het gedeelte van binnen en boven, die gaan we even kijken van hoe we verder met de minister op tafel zitten. En kijken hoe we dat gedeelte verder gaan openstellen. De samenleving heeft ook een belangrijke rol te vervullen als het gaat om het terugdringen van het COVID-19-virus. De regering maakt zich al geruime tijd zorgen over het feit dat het aantal besmettingen geen significante daling vertoont. Ook het feit dat er 3 COVID-19-varianten actief zijn, baart de beleidsmakers zorgen. President Chandrika Prasad Santokhi zei tijdens de laatst gehouden regeringspersconferentie hierover het volgende. Maar ik wil nogmaals benadrukken dat een ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om COVID-19. Elke burger, elk instituut, elk bedrijf, de samenleving heeft een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat die volksgezondheid gegarandeerd is, dat die besmetting niet verspreidt. En wij als regering zorgen dat we met regelgeving en beleid dat aansturen en juist de balans zoeken enerzijds tussen volksgezondheid, die ook aangestuurd wordt vanuit de internationale volksgezondheid, daarom heet het een pandemie, vanuit WHO, vanuit andere instituten, en terugkeer naar die maatschappij, naar die economie. En daar is waar je juist de balans moet hebben, waarbij steeds de boventoon zal zijn het garanderen van die volksgezondheid. Volksgezondheid zal prioriteit zijn bij ons als regering. Tot zover deze aflevering van Focus. Bedankt voor het kijken. Stay safe.